Het gaat eindelijk gebeuren! Wat een feestdag, hè? Kom jij eens even mee. Is het hier? Nee, ik ga niet zeggen wat het is. Je moet dan gewoon eens even mij vertrouwen. Ja, ik vertrouw jou altijd. Kom eens even. Hier staan. Ja. Lief zijn. Ja. Oogjes dicht. Ja. Doe maar open. We zijn hier toch maar om één reden. Oh, dat is hem. Dit is hem. Stond hier dus eventjes in deze zaal. Dit is ja? Het tweede boek. Het gaat over het graafschap en hertogdom Gelre. Ja. Ja, de andere boeken zijn prachtig Gelders kunstwerk uit de middeleeuwen. En dit is hem dan. Dit is hem. Het grote standaardwerk. Maalwaal erin. Over de Gelderse geschiedenis. Prachtig, hè? Ja, het is erg mooi geworden. Heel veel plaatjes. Gelderland in het Koninkrijk der Nederlanden. Altijd handig als je wiebeltafeltje hebt, kwam eronder. Ja, dat is niet het leukste deel van ons. Dit is natuurlijk het belangrijkste deel. Dit is het belangrijkste deel, maar de rest ook. Maar mooi. Dit gaan we even vertalen naar het Gelders Museum. Dit boek allemaal in het Gelders Museum. In een museum. Ja, laat het even zien, want iedereen is natuurlijk ontzettend benieuwd hoe het uiteindelijk geworden is. Een kruiwagen vol verhalen van Gelderland. Nou, applaus voor Hoedal! We strijden al jaren voor een Gelders museum. Sinds 2015 al, of 2016. Nou ja, uitgelachen werden we, voor gek verklaard. In tientallen kleinere musea wordt het verhaal van Gelderland verteld. Maar er is niet één plek waar de hele Gelderse geschiedenis samenkomt. Dat gaan wij veranderen. Precies, er moet een tentoonstelling komen voor het verhaal van Gelderland. Gelre! Prachtig, hè? Ja. Altijd een mooie entree, mond voor land, als je door de Achterhoek in de Liemers gaat wandelen. Ja, nou ja. Ik weet wel lang waar we uitkomen. Die Pipo die blijft ons natuurlijk weer naar het... Benieuwd. Het wordt gewoon een huisberg. Laat het maar even. Nou, er zijn zoveel mooie musea in de Achterhoek en de Liemers. En die hebben allemaal topstukken voor een Gelders museum in oprichting. Komt die aan, hoor. Dus, maar welk museum moet nou als eerste, hè? Ik denk, Huisberg is vlakbij. Kasteel Huisberg. Hoe kom je erop? Zou dat niet briljant zijn? Ja, briljant. Ja. Ik had dat nooit kunnen bedenken. Kijk, want wat hebben we nou al in het boek? We hebben al van alles, maar we hebben nog niks uit, uit de Achterhoek, nee, toch? Even kijken. Dit is het wenslijstje. Ja. Nee. Dus nee, dat zou mooi zijn. En ik heb wel een heel mooi stuk uit Kasteel Huisberg dat heel goed in het Gelders Museum past. Het hoort in het Gelders Museum. Hoe heet ze? Vaak zijn we hier wel niet geweest, Huisberg. Ja, vaak. Maar altijd fijn, toch? Altijd fijn. En wat ze hier hebben? Prachtig, een topstuk. Ja? Topstuk voor het Gelders Museum. Ik kan hem meteen inpakken, meenemen, wikkeltje erom. En je weet zeker dat we dat gewoon mee kunnen nemen meteen. Want ik heb niet overal heen te gaan. Het is een heel groot topstuk. Het hoort ook wel echt op Huisberg. Oh, hoort er maar overal valt over te praten. Dat bedoel ik. Kijk, Bas. Daar is het pronkjuweel. Het oudste geschiedenisboek van Gelderland. Zet de bril even bij op, jongen. We hebben net het verhaal van Gelderland gezien. Het nieuwste geschiedenisboek van Gelderland is net uit. Maar dit is het oudste, dit is het allereerste. Vind ik best indrukwekkend. Dit is uit het einde van de 15e eeuw. Een middeleeuws boek. En voor het eerst wordt er geschreven over de Gelderse geschiedenis. Het begint hier. Met het wapen. Met dit prachtige plaatje. We zien de hertog van Gelre. Is het Karel? Nou, waarschijnlijk is het zijn opa, Arnold, want die regeerde toen, Arnold van Egmond. Oh. Het is rond 1460 gemaakt, natuurlijk met het wapen van Gelre. Ja, ik heb meteen, het is een traditie. We zien twee kastelen. Herken je dit kasteel? De Ronde Toren. Roosendaal. Het kasteel van de hertogen van Gelre. En het andere kasteel, je herkent het misschien aan het kleine kapelletje. Dit is de Valkhofburcht. Och. Met de Nicolaaskapel. Toen nog, ja, ik moest even helemaal door de tijd heen. Uiteraard. De twee grote kastelen van de hertogen van Gelre. En hierna zien we pagina voor pagina beschreven in een schitterend handschrift
over de verschillende graven van Gelre. En over de gebeurtenissen uit de Gelderse geschiedenis. De Bronkhorster en de Hekerense twisten bijvoorbeeld. Die worden hier... Die staan hier al in beschreven. Die staan hier al in beschreven. Maar eigenlijk is het maar een paar pagina's, want het is het allereerste stukje Gelderse geschiedschrijving. Dus wat is nou de rest van het boek en waarom ligt het hier op Huisberg? Hier eerst het plaatje helemaal aan het begin. Er staan prachtige tekeningen in. En het eerste tekeningetje is het wapen Huisberg. Van Huisberg. En daardoor weten we dat het boek waarschijnlijk gemaakt is voor de graaf van den Berg, die hier woonde. Ja. Want zijn eigen wapen staat voorop. Maar ze wisten nog niet zo heel erg veel over de Gelderse geschiedenis. Dus wat is dan hun bron? Nou ja, daarom hebben ze ook verhalen verteld in het boek over de geschiedenissen die wel bekend waren. Bijvoorbeeld over de pauzen. Oh ja. Dus de pauzen die hebben een hele eigen chroniek en daar hebben ze ook weer een tekening van. De bisschoppen van Keulen. Ja, ook de buurlanden komen erin voor. Eerst de bisdommen die om Gelderland heen liggen. Keulen, Utrecht, Luik, Münster. En het is een chroniek, dus ik neem aan dat ze dan zeg maar, de Gelderse traditie met terugwerkende kracht verbinden aan de grote vorsten van het verleden. Ja, ja. Karel de Grote. Ja, er staat ook een hele stamboom in van hertog Arnold van Gelre om aan te tonen dat hij van de grote Europese vorsten afstamde. Het was een hele ingewikkelde tijd in Gelderland, want hertog Arnold lag overhoop met zijn zoon. Ja. Die waren met elkaar aan het twisten wie is nou de hertog van Gelre. Ja. En toen moest duidelijk gemaakt worden. Gelderland is een onafhankelijk land. Dat moet het altijd blijven. We hebben een geschiedenisboek nodig om dat aan te tonen. Wat dat betreft zitten we nog in hetzelfde, met hetzelfde idee. Het is nog precies hetzelfde. Uiteindelijk nu weer een geschiedenisboek voor onze eigen geschiedenis, ja. Identiteit, verbinding. Verhaal van Gelderland. Ja. De Gelderse geschiedschrijving begint met dit boek, dus dit hoort in een Gelders museum. En hoe gaan we dat doen? Ja, laten we het eerst netjes vragen. En daarna zien we wel verder. Ja, dat kan altijd. Ja. Ja. Lenen. Ja. Maar ja, zo'n museum, dat sticht je niet zomaar. Hè. Dat is, ik zit te denken, ik ga eens even kijken bij musea die nog heel jong zijn. Hoe zij het hebben gedaan. Ga jij nou even lekker nog een beetje kwijlen boven het boek? Ja. Dan ga ik... Stadsmuseum, Berg. Ja, zal ik aan de... Ligt hier om de hoek. Ja, daarom. Altijd de zeur over. Rol is de rol. Maar geen appeltaart, geen bier. Dan laat me lekker heel boven de boek hangen. Dan ga ik zo lekker naar het Stadsmuseum. Wat zit jij hier nou te doen? Ik ben huiswerk doen voor het Stadsmuseum. Ik ben een beetje in. Ja, wat zie ik hier? Bier. Als jij nou naar het Stadsmuseum gaat hier in Sirrenberg, ga ik zo naar het Stadsmuseum Doetinchem, is ook mooi. En dan ga ik jouw biertje even opdrinken. Je cholesterol, man. Ja, maar jij krijgt een dikke kop. Nou, je cholesterol is belangrijk. Ik heb het er graag voor over. Ja, ja, vetklep. Geen ruggengraat, hè, die man. Geen ruggengraat. Als ik er niet was, er zou niks van hem terechtkomen. Hij lag al tussen zes plankjes, echt waar. Stadsmuseum. Ria van Nassau, daar beginnen we niet aan. Nou ja, Maria van Nassau viel wel mee, geloof ik. Kijk, mooie spulletjes. Stadsmuseum Sirrenberg bestaat nog maar kort. Een paar jaar geleden is het vanuit het niets opgericht. Er was geen gebouw. En geen collectie, maar wel een verhaal. Dit museum is een grote inspiratiebron voor René en mij. Hoe konden ze in Sirrenberg een gloednieuw museum oprichten? Dag Adrie. Hallo. Ik ben helemaal weggezonken in het Sirrenberg van weleer. Ja, mooi hè. Wat een prachtig museum. Wat inspirerend voor René en voor mij.
Hoe zijn jullie dit begonnen? Nou ja, het begint met een idee, hè? Dus ja, net zoals jullie. Dat ontstond in de Stadsraad van 's-Heerenberg. Ja. En daar waren vertegenwoordigers toch een beetje uit 's-Heerenberg zelf. En die zijn toen op zoek gegaan naar mensen die hun zouden kunnen helpen met het opzetten hiervan. En wat je precies gaat doen is heel erg afhankelijk van de ruimte waarover je kunt beschikken. Nou, ruimte kan alle kanten nog op, maar ik hoor in ieder geval, we moeten mensen hebben die het idee steunen. Ja, absoluut belangrijk. Vrijwilligers? Ja, nou begint het daar niet gelijk mee. Het zijn sowieso altijd vrijwilligers die dit willen gaan doen. Tenminste, dat is wel onze ervaring. Ja, Nederland drijft de vrijwilligers. Soms wordt er ook wel steun gezocht door die vrijwilligers bij een stichting Erfgoed Gelderland. Die hebben ons ook op een gegeven moment geholpen. We zijn toen ook in contact gekomen met een ander museum, Liemers Museum. Die hebben ons ook nog geholpen. Ja. En zo met elkaar kom je dan tot een concept. Wat kost dat dan? We hebben het over. Ja, ik denk als je globaal bekijkt wat wij ongeveer kwijt zijn geweest toen het hier stond, zeg maar, dan kom je rond de ton uit. Maar Adrie, de collectie. Ja. René en ik moeten ergens beginnen, maar jullie hebben al... Nou, het is niet heel groot, maar het is wel heel bijzonder meteen. Het is wel echt een museum al. Ja, en dan heb je eigenlijk alleen nog maar gezien wat hier staat. En wat hier staat is in feite alleen maar ondersteuning van verhalen die wij vertellen. Het gaat om het verhaal. We zijn dus een verhalenmuseum. Dus mensen als die hier rondgaan, die volgen een audiotour en er worden verhalen verteld. Daarom zijn die vrouwen ook op de muren afgebeeld, zeg maar. Dus, gebouw? Ja. Ondersteunende mensen, verenigingen of vrijwilligers. Ja. Een beetje geld? Geld, absoluut noodzakelijk. Want het verhaal, dat hebben René en ik wel. Dat verhaal, dat vertellen we al jaren. Dat is een goede basis. Dan is het in feite alleen maar focussen op wat je wilt doen. Wij hebben ons dan gefocust op 5 vrouwen. Dat is wel bijzonder natuurlijk. Ja, maar René focust zich al veel te veel op vrouwen. Gaan we niet aan beginnen. Ja, nee. Nou, dan moet je een andere invalshoek kiezen. En daaromheen bouw je dan op, zeg maar, wat je daarvan wil laten zien. Ik ga meteen naar René toe. Ik ben helemaal, ja. Het kan gewoon. Je kan gewoon een museum opnieuw beginnen. Beginnen, als je een goed verhaal hebt. Daar hebben we. Zoveel mensen zeggen, het kan niet. Kan wel. Adrie, de beste wensen, de groeten. Ik ga meteen naar René. Je gaat beginnen. Deur dicht, heb eruit. Doetinchem, hoofdstad van de Achterhoek aan de Oude IJssel. Het moet vroeger een mooie middeleeuwse stad zijn geweest. Maar 3 bombardementen legden het oude centrum aan het einde van de Tweede Wereldoorlog volledig in de as. Gelukkig zien we in het Stadsmuseum van Doetinchem een deel van de rijke geschiedenis terug. Dit is een van de mooiste maquettes die ik ooit heb gezien in mijn leven. Is dat zo? Ja, hij is zo groot. Ja, enorm, hè? Enorme maquette. En we kunnen Doetinchem zien zoals het was voor de bombardementen in 1945. Klopt. Zo is het geweest. Zo is het geweest. Fantastisch, hè? Prachtig. En ik denk, jullie hebben natuurlijk topstukken die waarschijnlijk in een Gelders museum thuis horen. Deze maquette zou fantastisch zijn. Deze maquette is fantastisch inderdaad, maar we hebben nog een topstuk. Nog meer? Ja, we hebben een vikingzwaard. Vikingzwaard? Vikingzwaard. Echt dat de vikingen hebben... Echt een vikingzwaard. Dit is hem? Dit is hem. Wauw. Het is echt nog wel een punt gaaf. Ja, dat klopt. Hij is uit de 9e eeuw. 1200 jaar oud, zo ongeveer. Ja. Vikingzwaard van 1200 jaar oud en hij is gevonden in de Oude IJssel. Hier, in Doetinchem? Hier in Doetinchem, in de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, toen is hij gevonden, hij is natuurlijk veel ouder. Maar hoe weet je nou zeker dat het van de vikingen is geweest? Ja, dat is een goede vraag. Dat kun je zien aan de knop en aan dit gedeelte, dat is het gevest. Ja. En je ziet dat dit een zwaard is wat je met één hand vast hebt, wat je met één hand vastpakt. Waar je dan zeg maar vanuit, je hebt ook zwaarden met 2 handen, maar deze gaat echt over met 1 hand.
en het is waarschijnlijk is het ook van iemand geweest, een belangrijke viking, een opperviking om zo maar te zeggen. En dat kun je zien aan het goud wat hier nog op het zwaard zit, de resten daarvan. En de rest is ijzer. Waarschijnlijk ijzer uit Gelderland, want Gelderland was een enorme ijzerproducent in de tijd van de vikingen. Ja, zeker. En ook hier in Achterhoek, zoals je weet. Dus dat kan heel goed zijn inderdaad dat het ijzer uit deze regio is. Dus dan is het ook nog een regionaal topstuk, historisch. Maar hier is misschien wel iemand in Gelderland mee vermoord. Misschien wel meerdere, want die vikingen zijn hier enorm tekeer gegaan in Gelderland. Ja, dat klopt. Die zijn enorm tekeer gegaan hier. En het kan zomaar zijn dat er inderdaad heel veel mensen mee zijn vermoord. Er zit geen bloed meer aan? Nee, er zit geen bloed meer aan. Zijn er veel van dit soort vikingzwaarden gevonden? Nee. Zo puntgaaf? Nee, van echt deze niet. Uniek? Ja. Ik zou dit wel heel graag willen lenen voor een Gelders museum. Ja, dat snap ik. Is er over te praten? Ja, daar valt over te praten. Oh, oké. Okay. Dus als het zover is, dan bel ik je opnieuw op en dan krijgen wij dat vikingzwaard uit Doetinchem. Ja, dat lijkt me een heel goede deal. Zetten we er wel bij, hè? Topstuk uit Doetinchem. Yes. Uniek, uniek. Kom dat zien. Jullie mogen hem met alle liefde en plezier lenen. Ik zou hem wel even aan willen raken. Ja, dat snap ik. Heb je een handschoen bij je? Ja, natuurlijk heb ik een handschoen bij je. Echt? Maar kan het? Ja, dan mag ik hem aanraken als je mij er maar niet mee vermoord. Nee, natuurlijk niet. Ik ben toch geen echte viking? Oh, het is wel heel spannend. Ik ben echt bang dat die breekt. Zwaar. Ik denk wel zeker een kilo, misschien wel twee. Nou, het voelt wel een beetje als een historische sensatie dit, hoor. Om een zwaard vast te hebben dat de vikingen ook vast hebben gehad. 1200 jaar geleden. Maar dit is met recht een topstuk. Ik denk dat het wel kan, hoor, museum. Ik weet, in Serenberg, stadsmuseum. Dat stadsmuseum. Het was niet eens zo duur, vond ik eigenlijk. Wat zei je nou, een ton? Een ton, dat is een dubbeltje per geld. Wat, 5 cent per Gelderlander of zo. En mooie dingen gezien. Een vikingzwaard, een echt vikingzwaard in Doetinchem, in het stadsmuseum. Dat moeten wij ook hebben voor een Gelders museum. Moet zeker. Tuurlijk. Ik hoor iets over vikingen, edele heren, en daar heb ik toevallig iets mee. Het is over de duvel hebt. En jij hebt Mr. Viking in Zutphen zelf. Ja, Mr. Viking als zelf, ja. Als ik dat hoor, dan als een Pavlov reactie kom ja, ik... Ja, daar kan ik me voorstellen. Heb je weer nieuws over de vikingen? Heb ik nieuws over de vikingen? Ja. Nou ja, goed, hè, de vikingaanval in Zutphen is nu al enige decennia bekend. Ja, daar praat je al heel de tijd over. Precies. Maar is er een novum? We hebben eigenlijk de laatste jaren ontdekt waar ze zaten nadat ze Zutphen geplunderd hebben. En waar is dat? En dat is hier, precies aan de overkant van de IJssel. We gaan kijken. Daar? Daar? Oh, daar staat het kanon ook die kant op? Nee, dat hadden ze nog niet. Nee, maar het staat wel precies gericht op het vikingkamp. Ja, je zou kunnen zeggen dat we postuum die vikingen nog steeds willen wegjagen daar. Maar we hebben hier aan de overkant, iets ten zuiden van de hoven, een akker ontdekt. Waar met name detectoramateurs met een metaaldetector zo ontzettend veel vondsten hebben gedaan. Wat? Waaronder allerlei vondsten die alleen maar toe te schrijven zijn aan... Angelsaksisch Deense vikingen. Zoals? Muntjes? Vooral mantelspelden. Mantelspelden. Zelfs schaakstukjes, maar dan van de vikingvariant van het schaakspel. De vikingvariant van het schaakspel? Ja, de vikingen kenden ook een vorm van schaken. Hnafatafel heet dat dan. Hnafatafel. We weten dat die vikingen via Engeland onze kant op kwamen. Dus het staaft nog steeds meer en meer het verhaal van wat je hier al vertelt over de vikingaanval. Ja, sterker nog, de enige plek in Nederland waar we kunnen aantonen dat ze gebivakkeerd hebben, terwijl we historisch weten dat ze meer plekken in Nederland overwinterd moeten hebben, die enige plek is hier pal aan de overkant en we hebben hier een vikingaanval. Dus, ja, dat dus wordt... we hebben eerst de stad uitgemoord en zijn daarna doodgemoederd een beetje gaan kamperen aan de overkant van de rivier. Een beetje gaan barbecuen daar zo. Wat ze vaak deden en ongetwijfeld plannen maken om ook zeg maar, de omgeving nog af te struinen op zoek naar voedsel en voorraden om te overleven. Hè? Want dat was ook een van hun doelen. Oh, ja, het was alleen maar... Ja. Precies, ja. Als we de loop van het kanon volgen, dan... Ik denk als het kanon zou schieten, dan zou de kogel neerploffen midden op die vindplaats. Kunnen we de vondsten nog ergens zien? Jazeker. We hebben ze eigenlijk vrij snel na de vondst ook tentoongesteld in het Stedelijk Museum. We gaan meteen de kelder in, Michel. Meteen de kelder? Ja, zeker.
Dit is van de Vikingen, Michel. Ja, dit zijn allemaal spullen die aan de overkant van de IJssel gevonden zijn. In het Vikingenkamp. Maar dit zijn de Navatafelstenen. Ja, dat zijn de, ja, in feite gegoten lode propjes, zou je kunnen zeggen. Torentje zie ik wel. Ja, en, dat is echt wel schaakstenen. Ja, ja. Schaakstukken. Niet zeg maar, heel sophisticated gemaakt, maar echt ja, letterlijk gegoten in het kamp. Om een stukje tijdverdrijf te hebben tussen de plunderingen door, stel ik mij zo voor. Ja. Ja, kijk eens. Een slachtoffer van die Vikingaanval. Ja. Een van de ongeveer 10 slachtoffers die we in totaal hebben gevonden bij alle opgravingen op en rond het Schravenhof. Alleen, ja, zij springt eruit, want ze is redelijk compleet. En ze is echt opgegraven in de houding zoals ze ook ja, in feite vermoord en wel achtergebleven is. En we zien ook, ze heeft een verwonding aan haar knieschijf. Dat wil zeggen, de knieschijf is verdwenen, maar er zit een zwaardhouw in haar scheenbeen en dijbeen. Wow. Dus zij heeft waarschijnlijk met opgetrokken knieën zichzelf willen verweren. En ze is letterlijk in die houding op de bodem van die ingegraven hut achtergebleven. Deze vondst is spectaculair geweest voor de geschiedschrijving, voor de wereldgeschiedenis. Eigenlijk wel. Het is het eerste forensische bewijs dat er inderdaad gemoord en geplunderd is op het vasteland van Europa. Dus los van de geschreven bronnen. Door de Vikingen. De geschreven bronnen over Vikingen zijn er talrijk. Maar een archeologisch bewijs kwam er maar niet, behalve in Engeland. En daar hebben ze dat wel. Maar dit is wel een heel belangrijk onderdeel, ja, sorry dat ik je onderbreek, maar dit is een heel belangrijk onderdeel van het Gelderse verhaal, van ons verhaal. Nee. Ja, ja. En zouden we dit kunnen lenen? Kunnen lenen, ja, nou ja. Voor een Gelders museum, hè? Voor het Gelderse verhaal, waar het zo belangrijk voor is. Ja, snap ik helemaal. En wat mij betreft wel, en ik denk als het Stedelijk Museum haar eventjes kan missen. Moeten we even een fotootje maken hoe ze erbij ligt? Want als wij die bordjes in elkaar moeten leggen, René, ja, dan wordt het een heel andere feest. Ja, Michel, je helpt wel, toch? Ik help wel en ik heb een collega die dat heel goed kan. Ik vraag me echt af, hoe herstel je nou als gemeenschap na zo'n enorme, brute Viking-aanval? Ja. Hoe doe je dat? Ja, en ook daarvan weten we, ja, niet iedereen zal vermoord zijn, want Zutphen is daarna opgebouwd als een hele sterke ronde ringelbrug. Ja. Dus er moet stellig een bevolking zijn teruggekeerd. Ik probeer me dat even voor te stellen. Ja, dat probeer ik me ook voor te stellen. Staat er weer, hè? Het staat er weer. Het is een paar maanden werk, maar het is een mooie hut geworden. Eigenlijk mooier dan voor de Vikingen, toch? Ja. Ja. He, gewoon 's ochtends vroeg komen je lafbekken gewoon niet lafbekken, binnen. Lafbekken, zeg, lafbekken, slapen. Kijk, maar ik heb. Ja, ik heb ook niet. Ook nog even, hè? Ja, dus we zijn deze keer bewapend. Kijk eens, het komt hard aan, hè? Dat komt hard aan. Zou ik eens jouw knieschijfjes even bewerken dan? Ik heb mijn broek ook gestolen, die Vikingen. Dat is toch echt, wat een drama. Ik denk dat je vrouw daarom zo graag wegliep. Maar we moeten iets verzinnen wat die aanval kan vertragen. Als we het willen beschermen, denk ik dat we moeten er een wal omheen. Een wal? Ja. Helemaal eromheen? Ik denk het wel. Dus we gaan een ringwal op onze boerderijen. Hup. Jammer. Fantastisch idee. Maar we gaan nu even een ringwalletje graven. We gaan hem zelf graven. Maar dat is een leuk idee. Zijn we net klaar met het dorp, kunnen we weer aan de slag. Zo, ik bedoel, ik zeg niet dat leven makkelijk is in Zutphen. Maar ja. Dit schiet trouwens wel geen meter op. Dit schiet echt totaal niet op. Maar weet je wat ik zit ook te bedenken? We kunnen ook het dan een beetje hulp afdwingen aan zeg maar, slaven. In die tijd, in de Karolingische tijd, ook, was gewoon slaven heel gebruikelijk. Slaven? Ja, dus we moeten slaafgemaakten. Uit Holland. Hollanders. En die gaan voor ons. Het waren vooral Oost-Europeanen die slaven. Oh, dat is waar, ja. Ringwalburg die de Zutphenaren hebben aangelegd na de Vikingaanval. Ja, ik denk dat dit ongeveer een goede impressie is als je met een Cessnaatje zo'n 1100 jaar geleden boven Zutphen vloog, dan zag je ongeveer dit. Het is een heel strategische, perfect ronde burg
op het landtongetje van een hoog rivierduin, heel strategisch. En op dat pleintje staan wij? Wij staan nu ongeveer links op het pleintje. Ja. En dat plein, dat is nog steeds het plein Schravenhof. Dat is toen als openbare ruimte ontstaan. Dat was er daarvoor dus niet. Toen lagen daar dus de huizen en de hutten die door de vikingen verwoest zijn. Je zou kunnen zeggen, door de wederopbouw van Zutphen na de vikingaanval, is de blauwdruk van Zutphen als laat-middeleeuwse stad gelegd. Dokter Grootheden, blijft u lekker even hier. Dan gaan wij eens even shoppen. Ja. Even lekker even stickertjes plakken en een beetje kijken wat nog meer is. Oh, het vikingslachtoffer zit er al in. Ja. Ah, heel goed, heel goed. Chroniek ook van het Gelder. Chroniek zit er ook wel goed. Prachtige dingen hier in Zutphen. Dus dat Gelders Museum, dat komt helemaal vol. Dus we hier gewoon dingetjes hebben dan. Dat is ingewikkeld, denk ik. Moet lukken. Maar er is nog veel meer. Er is nog veel werk aan de winkel. Deze mensen, die staat ook wel leuk. Kan ook nog best wel. Dat is ook leuk. Ja.